Lieve mensen, ik heb een kleine stapeltjes gemaakt met allemaal verschillende kaartjes. De eerste groep waar je kan kiezen, het is voor jezelf, hè, is deze uil. En de tweede groep is deze konijntje. Zet ze eventjes, hou deze even op aan de kanten. Ik zie je zo meteen. Hallo mensen van het uiltje, welkom. Nou, jullie hebben decisions. Jullie moeten een keuze maken. Ik zie een deur met heel veel sleutelgaten. Hier hangt wel een sleutel. Ik weet, voor de rest zie ik geen sleutels hangen. Dus je moet eigenlijk kijken waar die op past, denk ik. Welke sleutel, die sleutel op welke sleutelgat past. Dat is de juiste sleutel. Het juiste sleutelgat. Dus maak een goede keuze, hè. Geloof ook in je keuze. Ja, misschien wil iemand naar huis, hè, naar dat huisje hier. Ik zie hier een soort van bootje. Dus maak een goede keuze om thuis te komen, misschien bij iemand. Ja, wat is je doel, hè? Misschien weet je doel nog niet, maar je hebt natuurlijk een levensdoel. Misschien dat met iemand samen, hè? Dus ja, wat is je levensdoel? Voor iedereen is dat verschillend, hè? Ja, zorg dat je weer harmonie in je leven hebt, hè? Dat het weer, ja, dit weer fijn is om door het leven te gaan. Godman, ja, mannelijke energie. Een man is de sterke kracht, moedig, trots en pracht. Een Godman spreekt van goedheid, niet van roem en macht. Nee, de mannelijke energie in jezelf, hè, wil natuurlijk ook altijd roem en macht misschien hebben. Maar je moet nu echt in je kracht staan. En bij God is het belangrijk dat jij goed van hart bent, hè, en niet van roem en macht. Daar hangt een heleboel dingen niet van af. Dan hebben we hier sociaal media, sociaal. Vrienden komen, vrienden gaan, soms met een lach en een traan. Ja, misschien ken je mensen van sociaal media die afstand van je genomen hebben. Of jij neemt afstand van, van hun. Ja, er komen ze dan weer, soms weer nieuwe mensen, hè? Dus, maar niet alleen op sociaal media, maar ook in het echte leven. Ja, vrienden komen en vrienden gaan. Je moet altijd rekening houden dat bepaalde vrienden weer uit je leven gaan, hè? Hoe moeilijk het ook is en hoe gezellig het ook was, het is soms zo tijdelijk. Emoties. Ja, misschien zit je hoog in de emoties. Nummer 13. Een verleden van verdriet ziet de toekomst niet. U denkt aan gisteren, niet aan morgen. Leer te leven in het heden zonder zorgen. Dus ja, misschien denk je nog heel veel. Heb je heel veel emoties. Heel veel verdriet van het verleden. En zie je de toekomst niet. Ja, probeer dat een beetje los te laten. Hè. Kijk meer naar de toekomst, naar morgen, levendheden. Kijk niet meer achterom. Hè. Dus, dan hebben we hier aanbidders. Er zijn mensen die jou heel leuk vinden. Nummer 4. Twee of drie personen in uw midden. Kan een lastige beslissing zijn. Kies met uw hart en dat doet het minste pijn. Ja, je moet een keuze maken. Misschien meerdere mensen. Dat die op je pad komen, hè, met liefdesbedoelingen. En dan moet je echt je hart gaan volgen van wie hou ik het meest? Wie brengt mij het meest, hè? Dan hebben we hier fragmenten. Ja, je voelt je misschien verscheurd door bepaalde dingen, hè? Je zelfs een oog in de hand. Heel apart. Ja, je ligt een beetje. Heel veel oogjes hier ook allemaal. Je ligt een beetje uit elkaar. Te veel gebeurt op het ogenblik, hè? Mensen die jou leuk vinden, die misschien een relatie willen. En
Maar ja, maar je ligt ook nog, je denkt nog allemaal aan je vrienden van vroeger, waar je misschien mee gebroken hebt, die maar tijdelijk in je leven waren, hè? Ja, je durft misschien niet zo goed een relatie aan, hè? Je vindt het moeilijk. Ook kiezen, wie zou ik nou kiezen? Ja, blijf sterk, hè? Blijf sterk. Ga in die mannelijke energie. Ja, potentieel. Ja, wie past bij je, wie past niet bij je? Je draagt misschien iemand in je hart hier. Dus ja, kies goed, kies wijs. Preservation, ja, volharding ook. Ja, ik zie toch wel hier een skelet, hè, met een babytje erin. Dus er komt een nieuw begin ergens in. Maar je moet wel het ook willen zien, hè. Je ligt een beetje uit elkaar. Te veel in de emoties. Je denkt, ja, komt nou zoveel op mijn pad. En dat kan je hebben, zulke dagen. En ja, en de mensen uit je leven gaan, doet altijd zeer. Maar ja, wees sterk. Roem en macht zijn dan niet noodzakelijk meer, hè. Het is meer de harmonie in je leven, hè. Ja, dat je goed in je vel zit. Dat is veel belangrijker. In de toekomst, ja, dat ligt nog ver weg misschien voor jou, hè. Dat weet je nog niet. Maar je levensdoel. Maar blijf erin geloven. Blijf erin geloven, want hier brandt het licht, hè, in dat huisje. En ja, je bent misschien in het bootje aan het varen. Je weet niet waar vakantie op moet. Maar blijf geloven dat jij ja, de stijger gaat vinden. En dat er in het huisje warm is en mooi. Dus keuze maken, beslissingen maken. En het kan hartverscheurend zijn, hè. Maar je vindt, je hebt de juiste sleutel gehad. Maar je moet misschien proberen, hè? Waar die in past. Goed, dat is de eerste groep. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Oké, okay, de tweede groep, het konijntje. Jullie hebben simplicity. Ja, ga een eenvoud leven. Hè. Je hebt niet zoveel nodig. Je bent niet alleen de bezem, de heks. Misschien heb je iets met heksen. Houd eenvoudig, hou je even leven eenvoudig. Ja, iemand gaat je waarschijnlijk gezelschap houden. Een compagnon. Iemand die bij je past. Ja, er komt kansen. Opportunities. Ja, hier is wel een deurtje, zie dat. En een lampje of een lichtje die brandt, hè. Dus dat kaarsje brandt. Komen kansen in je leven. Het licht begeleidt je. Traditie, ja. Ik zie heel veel sterren, dus heel veel geluk. Ja, ik ben misschien gewend om bepaalde patronen te lopen van de familie of zo, of bepaalde tradities. Maar je mag je eigen, ja, pad vervolgen, hè. Je mag je eigen dingen doen. Hoeft niet altijd te doen wat de familie of wat dan ook zegt, hè. De familie kan wel zoveel zeggen, hè. Die kan zeggen, word maar non, hè. En dan hoef je ook niet in het klooster te gaan of zo. Onsterfelijkheid. Mens, ken u zelf zoals God u baarde en uw dagen zullen meer zijn dan zandkorrels op aarde. Ja, we zijn onsterfelijk. De ziel die sterft nooit, hè. Ik vind het wel apart, hier, al die UFO's hier. En hier sta jij waarschijnlijk. Ja, de ziel gaat nooit verloren. Nummer 8. Ja, 35. Dat is ook wel 8 bij elkaar, hè. Misschien heb je iets met nummer 8. Het is mijn geluksgetal in ieder geval. Deze kaart staat voor notaris, advocaat of gerecht. Een goed bericht maakt het niet zo slecht. Dus misschien is er nog dat je in een scheiding zit of zo. Of iets anders bij de notaris.
Dus waarschijnlijk komt de gerechtigheid in de situatie waar je in zit. Geheim. Een geheim wordt geopenbaard. Wat je, u kwijt bent, krijgt u weder. Oud zeer wordt geklaard. En daar hebben we de sleutel. Dus ja, je gaat de sleutel vinden, hè? Je gaat de sleutel vinden. Was er hier ook niet ergens sleutel? Ja, zie, je staat eigenlijk voor die deur hier. En ja, hier is helemaal geen sleutel. Ik zie hier niks. Je staat een beetje in de kou hier. Er is wel een lichtje hier. Maar ja, hier is toch wel een geheim wat geopenbaard wordt. Een oud zier wordt geklaard met deze sleutel. Wat deze ik al gehad. Het licht als angst uw leven beheerst. Denk dan aan het licht. Want duisternis verdwijnt waar licht verschijnt. Ja, daar zag je. Was je in de kaart met dat licht. Ja, hier is dat licht. Ja, die kaarsen en dat licht. Komen kansen. Ja, je bent misschien nog een beetje angstig ergens voor. Denk aan het licht en gaat de duisternis gaat verdwijnen waar het licht schijnt, hè? Connection. Ja, verbinding weer, hè? Zeester staat voor mij voor geluk. Komt misschien weer een hele mooie connectie. Je gaat duidelijkheid krijgen. Je weet het vaak niet, hè? Kijk, je kan niet uitspreken, je eigen niet uitspreken. En je verlangt wel naar duidelijkheid. Dan hebben we hier unity. Ja, eenheid. Het kan best zijn dat er duidelijkheid komt in een connectie. Connectie, clarity en unity. Eenheid vormen met iemand. Ja, durf buiten de tradities om te gaan. Geheimen die worden geopenbaard. Oud zeer wordt opgeklaard. Dus komt gerechtigheid in de situatie. Nieuwe kansen. Ja, companionship. Eenvoud, ja. Dus ja, dit kan wel een goede wending krijgen. Dit. In een connectie. Duidelijkheid. Goed, dit was deze groep. Ik hoop dat je genoten hebt. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!